kan je deze video liken voordat ik de scrunchie van mijn linkerpols naar mijn rechterpols breng. Oké, here we go. Wee! En dan hierop. Yes! Ik hoop dat het je is gelukt. En in de Let's Play Wednesday van vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik speel namelijk Baby Barry's Prison. Dit is een spel dat ik wel eens eerder heb gespeeld. Jullie vonden het super leuk. Maar dit keer is Barry de bewaker ineens een baby. En niet alleen dat. De baby heeft me opgesloten in een babygevangenis. Ah! Het is dus als het goed is anders. En de game developers hebben het helemaal geüpdate. Dus ik ben super benieuwd naar wat er allemaal veranderd aan is. En natuurlijk ben ik ook benieuwd naar de babybewaker. Lijkt me heel schattig. Maar ja, dat gaan we zien. Want ik ben natuurlijk wel zijn gevangene. Dus ik zou zeggen, let's get started. Oh, dat is oprecht echt de schattigste bewaker die ik ooit heb gezien. Ah, daar zijn we. Hallo, baby Barry. Oh, dit is zo'n poppetje hier zo. Maar dat is niet de echte. We moeten dus ontsnappen uit onze gevangenis. Wow. Maar dit ziet er wel echt heel erg gaaf uit. Ik weet niet of ik hieruit wil ontsnappen. Het is leuk en kleurrijk. En ik word waarschijnlijk wel verzorgd met eten en dat soort dingen. Oké, we gaan ontsnappen. Ik moet eerst eventjes hier het trappetje op, want ik volg gewoon de pijltjes. Ah, daar is het. Oh, nee! Oh my god, ik ben gevallen. Hi, baby Barry! Oh, zo schattig! Oh, oh! Hij heeft me geslagen. Huh? Wat is er het is een cheat. Nu dat baby Barry mij heeft gepakt, word ik helemaal geteleporteerd en naar dit gedeelte. Oh nee, oh nee, oh nee! Oh, nou ben ik weer terug hier zo. Jammer zeg, het was wel echt een hele goede cheat. Goed, dan weet je dat in ieder geval als je het zelf wil spelen en een keertje wil uitproberen. Op die manier kan je misschien dit helemaal overslaan. Wow, dan kan je het spel wel echt heel erg snel spelen. Hey, ik moet dit eruit halen. Oh, ik moet er gewoon op drukken. Oké, wat moet ik hier doen? I don't know. Ik moet hierop springen, hierop. Oh, yay! Huh? Maar dit ziet er wel anders uit dan de andere Barry's Prison. Of toch weer niet helemaal. I don't know. Het ziet er wel eng uit. Ik weet het niet hoor. Misschien is het niet zo heel erg handig als ik nu ga vallen. Het zag er allemaal zo leuk en schattig uit met al die kleurtjes. Wow, ik sta per ongeluk in het plafond. Hallo, ik wil hier. Oké, yes. Yes, dan zijn we aan het einde van de luchtsluis en gaan we beneden. Kijk, nou zijn we hier. Nou, handig jongens. Als we nu gewoon eventjes op dit knopje drukken. Nee, hij slaat me weer. Ik dacht echt dat ik erop had gedrukt. Oh ja, nou lekker, dan staat de baby Barry hier. Maar hij is wel zo schattig en zo lief. Oké, ik ga gewoon lekker rennen. Waar moet ik naartoe? Wow, daar is de echte Barry. Oh, daar is Gary. Oké, ik heb dat knopje dus wel ingedrukt. Dus dat helpt. Op die manier maak je namelijk dit deurtje hier zo open. En ik dacht dat ik het misschien had geskipt. Maar het is me wel gelukt. Dus daar ben ik blij om. Ik vind dat wel echt heel erg grappig. Want daar is echt een hele enge kop. En dan heb je daar natuurlijk de echte Barry. Maar hier is de baby Barry gevangenis. Met al die leuke speeltjes. Ik kan er gewoon niet bang om zijn. Het is zo schattig en zo leuk. Ik vind het echt een hele leuke en nieuwe versie. Geniaal dat de makers dit dus hebben bedacht. Eeuw. Eeuw. Dat is waarschijnlijk wel de poepluier geweest van de baby. En dan moeten we hier naartoe. Let's go! Wow! Wow, we zijn in een of andere grot aangekomen. Ah! Daar ligt een wc. Leuke kaarsjes met blauw vuur. Dat is zo tof, jongens. En het ziet er naar uit dat dit lava ook weer heel anders is. Dus het heeft echt weer een ander kleurtje gekregen. I love it. Het ziet er heel gaaf en leuk uit. Oh my goodness. Het is een baby politievrouwtje of zo. Als ik haar wil zijn, join our group to unlock. Dat zou dus eventueel wel kunnen. Het is wel leuk om te weten dat je dat dus gratis kan doen. Maar goed, daar heb ik nu geen zin in hoor. Want ik wil gewoon dit spel halen. Oh jeetje. Dit is weer die brug die zometeen uit elkaar gaat vallen als ik eroverheen spring. Dus heel snel. Yes! Oh, gelukkig! Ik ben net op tijd. Dat zag er eng uit. En hier nog eentje. Huh? Wow, ik liep bijna vast. Maar I did it! Weet je, ik wilde bijna zeggen. Jongens, ik was zo goed. Ik ben nog geen één keer dood gegaan. Maar dat is helemaal niet waar. Kijk nou eens eventjes. Leuk hoor, deze grot. Mooie belichting ook wel. Wat is dit? Een soort van stereo of zo. Oké, en dan heb je hier zo'n babyblokje. Ja, dat herken ik wel. Dat snap ik. En hier is een kluisje. Random. Er staat hier, be careful. Oh jeetje, dan is er hier zo'n bal die eruit valt, of niet? Oh, ik schrok eventjes. Ik wist het. Echt zo'n enge lavabal. Nou, dan gaan we eventjes hier zo in het hoekje wachten. Oh, er komt er nog eentje. En ren. Ik moet hier zo naartoe. Oh, ik zou echt willen dat ik wat sneller kon rennen, jongens. Maar ik heb het gehaald, dus dat is goed. Ja, die lavabal is weer voorbij. En dan gaan we deze kant op. We zitten nu in een soort van kasteel. Dit is een ladder die omhoog gaat. Oh jeetje. Oh, dat is baby Barry. Echt zo itty bitty. Hij is zo schattig. Hallo.
helemaal niet eng. Kijk nou eens hoe schattig en leuk die is. Nee, nee, nee. Mij niet pakken. Ah, oh, jammer. Dat kan ik toch niet serieus nemen. Ik ben helemaal niet bang voor hem. Het enige dat lastig is, is dat hij wel wat sneller is dan ik. Als ik hier op druk. Oké, fijn. Ah! Hé, maar hij is zo klein. Ik kan gewoon over hem heen springen. Wacht, ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Weehee! Oh, jeetje. Hij heeft me wel gepakt. Maar dat geeft niet, want we kunnen het gewoon nog een keertje doen. We hebben inmiddels al die hendel gepakt. En dan gaan we hier naartoe. En dan is deze poort open. En dan kan ik er zo omhoog. Ha! Nou kan hij mij niet meer pakken. Ik kan me nog herinneren dat hier ooit een bal van af zou komen of zo. Maar dat gebeurt nu volgens mij niet meer. Oké, dan springen we. Zo snel mogelijk. En ja! We zijn bovenaan. Oké, leuk. Wacht even. Dit is heel confusing. Huh? We hebben hier een pijltje die kant op en een pijltje deze kant op. Dus als ik hier naartoe ga... Oh, dan kan je alleen maar Baby Barry worden. 79 Robux! Nee, dankjewel. Ik heb er niet genoeg voor. Kan ik hier naartoe? Wat is dit? Wat... Ah! Oh, ik blijf maar gewoon... Oké, ik dacht al, ga ik gewoon in de eeuwigheid hier zo vallen of niet? Laten we nu maar deze kant op gaan. Dat is wel beter. En dan gaan we met de lift omhoog. Ja, let's go. Dit is wel een beetje een gevaarlijke lift. Want wat nou als ik er vanaf val? Nou ja, laten we dat maar niet doen. Kijk nou eens eventjes hoe leuk deze muren en het plafond met die wolkjes erin. Het is echt zo schattig. I love it. Dan hebben we daar de kantine. Maar dan kunnen we ook deze kant op. En dit is naar security training. We moeten gaan trainen om een bewaker te worden. Nou, weet je... Dan gaan we dat maar doen, aangezien we niet de kantine in kunnen. Want er zit een gigantisch groot hek daar zo. Dus, wow, ik kan lekker snel rennen. Yes, alrighty, let's go. Ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. Ik zal hier never, nooit moe van worden. En niet alleen dat, we zijn helemaal omringd met prachtig mooie groene muurtjes. Dus ja, daar word ik natuurlijk helemaal vrolijk van. Dus we blijven nog eventjes gaan, want volgens mij zijn we bijna bij het einde aangekomen. En yes, I made it! Wow, dat is een gigantische burp. Nou, goed. Dan gaan we deze kant op. Oh, kijk. Er is hier een laddertje. Dus dan gaan we gewoon op de ladder springen. En dan openen we deze. Ja, ik wil op die ladder. Ja, yes. We zitten op de ladder in de luchtsluis. Oké. Oeh, dit is gevaarlijk. Kijk naar al die spikes. Wow, daar moeten we natuurlijk niet op komen. Ja. Ondertussen ga ik proberen hier zo tegen de lucht in te rennen. Yes, I made it. Deze luchtsluizen vind ik wel een beetje depressief hoor. Geef me maar die leuke kleurtjes wel eventjes terug. Ondertussen ga ik nog eventjes goed springen. Moet ik hier zo naartoe? Ik probeer het. Ja! Oh, het lukt me. Woehoe! Dat klonk een beetje als Dora. Het lukte! Yay! Hier staat close the valves. Dus je hebt deze luchtdingetjes. Dus we moeten die gaan sluiten met deze rode wieltjes. We gaan sowieso daar langs lopen. Dus weet je wat handig is? Als we eerst eventjes de andere gaan doen. Dan hebben we deze hier zo. Dat is 1. Het helpt wel dat ik dit spel eerder heb gespeeld. Wacht even. Ik ga nu omhoog. Maar misschien kan ik ook gewoon hier zo overheen. Ja, kijk. Kijk nou eens eventjes hoe ongelooflijk slim ik ben. Ja, dan hebben we die ook gesloten. Dan heb je nu dus 2 van deze die dicht zijn. En nog eentje die heel gevaarlijk is. En daar moet ik niet doorheen lopen. Maar die gaan we natuurlijk ook nog eventjes sluiten. Kijk mij nou eens eventjes gaan, jongens. Och, ik ben zo goed, hè. Jalee. Kijk, ik heb de luchtsluis gesloten. En nu kan ik er langs lopen. Ja, hè. En dan gaan we hier zo op. En let's go. Wauw. Ik ben zo goed. Ik ben hier zo goed in. Ach, ik ben echt trots op mezelf. En hupsakee. Woo. Phew. Ik had mezelf zoveel grote complimenten gegeven dat ik eventjes dacht dat het fout zou gaan. Maar... I'm still here. Wow, ik kan deze luchtsluis helemaal niet herinneren. Net alsof ze het net even anders hebben gemaakt. I like it. Dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Wow, ik moet springen. En blijven springen. En wee. Oh, dan moeten we het nog een keertje doen. Hops, oké. Nou, nu dat ik weet hoe het moet, is het eigenlijk wel echt heel erg leuk. Dus misschien is het nog niet zo heel erg gevaarlijk. Zo erg is het niet, toch? Zolang ik het maar haal. Kom op. Ja! I'm here. Oh, I made it. Dat was echt intens. Een beetje chaotisch, maar wel leuk. Oh nee, niet dit hè. Dit was zo lastig vorige keer dat ik dit deed. Oh, nou zo moeilijk was het ook maar niet. Ik blijf gewoon eventjes rennen. Ik volg de pijltjes. Maar wat als de pijltjes me verkeerd leiden? Oh nee, we zijn in de kantine. Zo verkeerd kan het niet zijn, toch? Kijk, we kwamen net hier zo vandaan. Oh, dat is geweldig, want daar is de security training. Oh, maar dit is wel leuk hoor. Dat je in dit spel dus als allemaal verschillende soorten mini baby Barry's kan spelen. Of Barry, wat was het ook weer? Oh nee, baby Gary de chef komt achter me aan. Hallo baby Gary, ik ga even overheen springen. Ha! Ha! Hij draait echt heel erg snel om. Weet je, dan ga ik over de tafels heen. Misschien stop die dan? Oh ja. Oh kijk, nou zit hij vast. Dat is makkelijk. Dat is wel iets te makkelijk volgens mij. Weet je, het maakt ook helemaal niet uit. Ik moet naar de food zoeken. Ik was eventjes verdwaald. Don't worry about it because I got it now. Oh nee. Nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet baby Gary verslaan. Hij is veel te schattig.
Ew, is dat het eten wat hij maakt? Dan moeten we hem echt verslaan, want dat ziet er niet uit. Oké, okay, baby Gary. Hups, oké. Okay. Ik schiet je. Wat schiet ik nou naar hem? Ananas? Oké, okay, ja, nou ja, ananas ziet er ook wel een beetje uit als het gevaarlijkste fruit dat er bestaat eigenlijk. Best wel groot en spiky en zo. Ah, komt er maar. Ik blijf op hem klikken hoor. Zijn health bar gaat omlaag. Oh, I got him. Oh, dat is wel een beetje zielig. Ik wil ook even andere spelers pakken. Wat gebeurt er als ik hem schiet? Deze tomaat kan je krijgen. Wee. Oké, okay, er gebeurt eigenlijk helemaal niet. Oh, hij was dood. Heb ik dat gedaan? Weet je wat? We gaan gewoon maar even snel door. Door deze uitgang hier zo. Mag ik dan nog mijn wapen mee? Oh my god. Ah, jammer. Nee, ze hebben hem weggehaald. Gaan we gewoon deze pijltjes volgen. En wow! Ik ging ineens echt super snel. Huh, wat is dit nou weer voor iets raars? Wee! Blijf rennen! Oké, okay. Dat was echt heel erg raar. Zijn we er al? Is dit het? Wee! Oh, ho, ho. Nee, 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 nee. We moeten door de gekleurde lasers. Maar ik moet het wel halen. Ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk. Nee, nee, nee. Ik vind het niet moeilijk. Ik kan dit. Tot nu toe heb ik er 2 gehaald. Dus dat is goed. Ja. En dan moet ik er nog maar eentje. Zul je net zien dat het hier fout gaat, hè? Ja. Ja. Oh my goodness. Ik heb het gewoon... Oh yeah, I did it. Applausje voor Jamila. Zijn we er nou? Is dit de exit? Nee, nog niet helemaal. Ergens vaag denk ik dat ik nog een eindbaasgevecht heb, jongens. Ja, er staat beat the boss. Oh, maar ik heb mijn wapen wel weer terug. Huh? Je ziet hem alleen niet. Nou ja, zolang hij het maar doet, vind ik het prima. Hallo, waar is mijn wapen? Oh, daar is hij. Oké, okay, nou baby Barry, ik moet wel eerlijk zeggen dat hij niet heel erg slim is. Ik sta hier. Hallo? Dan gaan we maar gewoon eventjes achter hem lopen. Dan draait hij om. Ja, kijk nou eens eventjes. Oh, jee. Hij ziet er wel schattig uit. Eigenlijk veel schattiger dan die enge grote Barry. Hier, eet al mijn eten. Die zijn gemaakt door Gary de chef. Oh, ik moet wel eventjes doorlopen. Oh, hij is gewoon letterlijk over zijn buikje aan het wrijven. Zo van, dat is lekker. Alsjeblieft. Ja hoor, ik voer je wel. Hop, hop, hop. Oh nee, baby's voer je niet, toch? Oh! Dat is intens. Hij gooide maar gewoon weg. Oh, ik heb hem verslagen. Yes! Nou jongens, ik vond het echt heel erg leuk om dit spel opnieuw te spelen. Maar dan in een heel ander thema. Ik vond het oprecht echt super, super schattig. Dus wat mij betreft helemaal hartstikke geslaagd. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als je zomaar een baby een naam zou kunnen geven, hoe zou je hem of haar dan noemen? Laat me zeker even weten in de reacties hieronder deze video. Want ik ben er super benieuwd naar. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!